30 jaar zit hij al vast, Sefdet Yilmaz. In oktober vorig jaar diende hij een verzoek in om onbegeleid met verlof te mogen. Volgens de TBS-kliniek waar hij zit kan het, maar staatssecretaris Fred Teven heeft nog altijd geen besluit genomen. En dat duurt Yilmaz te lang. Daarom probeert hij nu via de rechter een besluit te forceren. Aan het proces van tegenhouden en vertragen is nu een einde gekomen. Yilmaz schiet in 1983 6 mensen dood in het koetsiertje in Delft. Waarom, dat is niet helemaal duidelijk. In een documentaire 10 jaar later zegt hij dat hij in paniek raakte toen iemand hem kankerturk noemde en hem aanviel. Yilmaz krijgt levenslang. Maar in 2001 blijkt dat hij dringend behoefte heeft aan een behandeling. En dus wordt hij in een TBS-kliniek geplaatst. En die kliniek die stelt als voorwaarde dat Yilmaz wordt behandeld als een normale TBS-patiënt. En dat betekent dus dat hij kans moet krijgen op verlof en om te resocialiseren, dat hij kan terugkeren in de maatschappij. Terwijl hij een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd gekregen. De staat gaat akkoord. Volgens de advocaat van Yilmaz heeft de staat hiermee aangegeven dat Yilmaz op enig moment vrij kan komen. Maar puntje bij het paaltje blijven ze tegenwerken, zegt hij. Volgens de advocaat zwicht de staatssecretaris keer op keer voor druk uit de maatschappij en de verontwaardiging die ontstaat als Yilmaz weer in het nieuws komt. Maar volgens de landsadvocaat wordt juist een zorgvuldige afweging gemaakt en dat kost tijd. En die verantwoordelijkheid die omvat ook meer dan de vraag of verlof vanuit behandelperspectief gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld naar de belangen van slachtoffers. En ook naar het belang van het nog steeds bestaande gevaar van maatschappelijke onrust. Vorig jaar augustus heeft Yilmaz een gratieverzoek ingediend. Hij wil vrijkomen. Maar dat kan alleen als hij nu onbegeleid verlof krijgt en dus stapje voor stapje leert terug te keren in de maatschappij. Maar laat ik het hierop houden dat tussen een man die in 1983 een verschrikkelijk misdrijf heeft gepleegd, dat tussen die man en de man waarover het nu gaat, een levensgroot verschil bestaat. Ten onrechte wordt hij steeds opnieuw als monster afgeschilderd. Ten onrechte wordt de strafzaak van 30 jaar geleden als het ware steeds opnieuw herhaald.